RTV Rijnmond heeft in samenwerking met 1 Vandaag een onderzoek gedaan in het Rijnmondgebied. En daar blijkt dat het Nederlands volk weinig vertrouwen heeft in Oranje. Slechts 1/3 van de ondervraagden denkt dat Nederland de poolfase overleeft. En maar 8% gelooft in een eventuele wereldtitel van Oranje. Gisteren bij het vertrek naar Brazilië bleek dat er bij de fans die speciaal naar Schiphol waren gekomen om de spelers succes te wensen, meer vertrouwen is in een goede afloop. Ik weet al dat ze gewoon bijna elke wedstrijd gaan winnen. Als ze alles gaan winnen, dan worden ze wereldkampioen. Ja, leuk lijkt me dat. Met een goede tactiek van Louis en een goede inzet en karakter kunnen ze ver komen. Maar er zijn natuurlijk landen bij die kwalitatief beter zijn. Daar moeten we heel eerlijk zijn. Als deze groep intact blijft, blessurevrij, schorsingvrij, dan komen wij met deze groep in de halve finale. De zon schijnt daar in Rio, komt alles goed. Als de zon schijnt, denkt u dat? Ja, dat denk ik. Maar wereldkampioen, dat weet ik niet, maar we komen wel ver. Als we Spanje klop gaan geven, dan heb ik er zeker wel vertrouwen in. Maar dat wordt gelijk de lastigste horde, denk ik, hè? Ja, dat wordt gelijk de lastigste horde. Ze moeten zich bewijzen en gewoon een revanche nemen op 2 jaar geleden. Deze fan bedoelt 4 jaar geleden. Maar goed, hij was dan ook zo in extase, omdat hij de handtekening van zijn favoriete speler had gekregen. Ja, Klaasie natuurlijk. Rotterdam, hè? Oh, je komt uit Rotterdam? Ja. En welke heb je nog meer? Ik heb Klaasie en Dirk Kuyt heb ik en Robben.